Gast, waarom doe je dat? Ja, what the fuck? Als jij gewoon, als jij daar nee, staat, je dan... Moet af en toe nee, jij staat daar toch gewoon verkeerd? Hoezo ik sta verkeerd? Luister nou, ik heb gewoon een vraag. Wat? Hebben wij nu bifi? Ik kan echt niet. Hey, heb jij misschien de code van de bifi? Zo, Mitch. Zo. We zijn in het Franstalig België. Zo. Ja, dat betekent dat we er helemaal niks van verstaan. Maar niet alleen natuurlijk van hoe ze hier spreken, ja, maar ook van alle namen hier. Want ja, hier, je hebt gewoon namen hier op winkels. Ik snap er helemaal niks meer van. Hier, laten we deze even voorbeeld. Ik snap er niks van, jij? Nee, net zoals die. Blessé, die. Zou het weten met die. Hey, Mitch. Ja. Zullen we voor de terugweg carpoolen? Ik claim even om. In mijn airhockey. Ja, dat is ook wel. Weet je waar ik altijd Chinees haal? Bij de pingpongtafel. Nee, nu ben ik klaar. Wel. Ik vind deze bungee jump toch wel wat aan de lage kant. Dit is het zwembad. Sorry. Ja. Wist je dat als je op die knop drukt, ja, dan gaat het dolfijnenverblijf open. Wist je dat niet? Nee. Dan komen dolfijnen hier dan. Dat is je showtje. Daarom is het dus zo hoog en zo. Leuk, hè? Nou, is dat ook niet. We gaan eens kijken. We gaan eens kijken of het werkt. Waarschijnlijk kunnen die dolfijnen alleen in het donker zwemmen. Oh! Jee! Oh. Jee! Je hebt gewonnen, Queen. We zijn een goede voetballer. Ja. Mitch, zou deze echt zijn? Hij stond bij die ridder in de gang. Jongen, dat kan toch niet? Waarom zou niet? Hier kan je toch geen draak mee verslaan, hè, Quinn? Draak, nee, man. Quinn. Wat? Draak hem staan niet. Is toch mooi, zo'n hond met een bal. Hier komt hij. Hond met de bal, ja? Die is standbeeld. Hond. Hond, ja? Of een dadelijke giraf, man. In Shrek heb je één. In, met Arthur. Met de Excalibur. Draken waren gewoon doe echt nu door. Maar. Nu zijn er geen draken meer. Oh, ik word hier in elkaar geslagen door de Belmer Girl. Ik word gestrest. Oh. Wat? Oh, ja, jezus. En een kalkoen. En pauw! Het kalkoen en die pauw, die hadden een keer... die gingen van Jetje. Echt? Ja. En toen zei die pauw, die wilde erin en toen zei hij... Ten nou! En toen zei die kalkoen... Kan makkelijk! Oh, oké, okay, ik moet een beetje kotsen. Kan makkelijk. Nee. Oelepoelepoele. Niet met ons wil checken, kan je dat gewoon zeggen hoor, Quinty. Ja, loop maar weer weg. Lekker makkelijk. Loop maar weer weg. Altijd doe je dat, weet je dat? Het is gewoon niet meer leuk na 2 jaar. Jongen. Ja, dag. Als je niet met mij mee gaat, Rijk? Rijk? Hier. Rijk? Je kiest mijn kant hoor, kom op. Luister, wie kan je nou langer? Maakt niet uit. Wie kan je nou langer? Met wie kan je het meeste lachen? Nee. Er is een kip uit! Er is een kip uit! Er is een kip op vlak! Nee! Nee! Ja! Hij wordt door! Ja! Yes! Yes, dat was het alweer, de vlog van deze week. En zoals natuurlijk elke week, Mitch, hebben wij een comment van de week. Jazeker! En Mitch, lees eens voor, wat is de comment van de week? Nou, de comment van de week is van Peter Moutbeek, yes. En die zegt het volgende dat... Ja, wat zegt hij? Wat zegt Peter? Gewoon voorlezen. Moet ik gewoon lezen? Wat zegt... Peter Moutbeek heeft een comment achtergelaten. Wat zegt Peter Moutbeek? Ja, Peter Moutbeek die schrijft...
Oh, oh, wat heb ik vreselijk in een deuk gelegen van deze vlog. Ik wil echt dat je nooit meer stopt met vloggen. Rijk, ik hou van je en je bent fantastisch. Volgend jaar win je zeker een Feed Award. Zo, Peter Mouwbeek, die steek in je zak. Is dat het allemaal doen? Ja, nou, ik ga vandaag. Wauw. Nou, de gek Peter Mouwbeek. Nou, en zoals elke week... komt er een comment van de week. Dus wil jij hem nou volgende week worden? Laat even iets achter zoals Peter Mouwbeek. Ik raak er heel erg gemotiveerd van. Ik vind het gewoon heel erg leuk. En misschien ben je hem wel volgende week. Dus peace! Mitch wil nog wat zeggen? Wil je nog wat zeggen tegen iemand? Ja, shout-out naar Peter. Welke Peter? Peter. Oh, Peter Meebouwer. Moutbeek. Van die leuke reactie van vorige keer. Reactie, ja. Ik was blij mee. Of was het van deze keer? Van deze keer.